dit is het hoogtepunt van het bosjaar, onmiskenbaar. En het is een tentoonstelling geworden die mijn verwachtingen in ieder geval behoorlijk overtreft. Want ik wist dat het iets moois zou kunnen zijn, maar dat er zoveel werken zouden zijn. Maar ook dat het zo ingericht zou zijn en zo meesterlijk uitziet. Dat had ik niet helemaal verwacht. Meesterlijk fantastisch gedaan, dus ik kan iedereen aanraden hier te komen. Hoe gaat nou de rest van het jaar die Jeroen Bos in dat Jeroen Bosjaar een rol spelen? Ja, het herdenkingsjaar bestaat uit zo'n kleine 100 verschillende evenementen van heel verschillende grootte voor heel verschillende doelgroepen. In heel verschillende disciplines van kunst en cultuur en mengvormen daarvan. Maar steeds hebben we daarbij Jeronimus Bos gevraagd als inspiratiebron te gebruiken aan makers, gezelschappen, instellingen in Den Bosch, in Brabant, in Nederland en ook in het buitenland. En die zaken komen vanaf nu met enige regelmaat in Den Bosch aan de orde, ook na de tentoonstelling. Dus het is niet zo dat als deze tentoonstelling 8 mei afgelopen is, dat het dan ophoudt. Integendeel, dan gaan we in volle vaart en in volle glorie door. We zijn al vanaf 2010 begonnen en tot en met 2016, ja, is natuurlijk dat geld gevonden, maar maakt de opbrengst uit recetten van deze tentoonstelling daar een wezenlijk deel van uit. En ja, als we het aantal bezoekers niet zouden halen, hebben we een probleem. Maar ik weet zeker dat dat gaat lukken. Sterker, ik ben ervan overtuigd dat er meer bezoekers komen dan begroot. Als ik nou aan jou vraag hoeveel van die 26,5 miljoen gaat naar deze tentoonstelling? Wat is het budget van de tentoonstelling? Nou ja, het is geen geheim. Dat is 6,9 miljoen, dus bijna 7 miljoen euro. En daarmee is het ook de duurste tentoonstelling ooit in Nederland gehouden. En ook duurder dan de tentoonstelling van de late Rembrandt in het Rijksmuseum. Op zichzelf is dat niks om je over op de borst te kloppen. Maar het is natuurlijk heel duur om die werken hier naartoe te halen. Vooral om ze ook te verzekeren.